Aderen heeft tot nu toe toch wel een heel belangrijke bijdrage geleverd aan de instandhouding en ontwikkeling van de reissector. Omdat je moet weten dat onderzoek heel belangrijk is om jouw concurrentiepositie te kunnen behouden en op te voeren. Vooral tegenwoordig moet je weten dat alle landen in feite bezig zijn met onderzoek, bezig zijn met, om nieuwe technologieën te ontwikkelen. En vandaar dus dat je als land ook constant moet proberen om jouw kwaliteit te verbeteren, constant moet proberen om jouw kostprijs te verlagen, waardoor je dus ook in staat moet zijn dan om jouw markt te kunnen behouden. En zonder Aderen zou het heel moeilijk zijn. Je moet weten dus dat het gelukt is om een aantal lijnen te ontwikkelen, 102, 111, Aderen 117, Aderen 125, 128, 130. En ja, de laatste jaren worden de drie lijnen 125, 128 en 130 meer gebruikt door de boeren. En daarnaast is Aderen ook in staat geweest om een aantal boeren op te leiden via dus trainingen, opleidingen. Aderen is ook in staat geweest om de afgelopen jaar voorlichting te geven aan de boeren met betrekking tot gewasmanagement, onderhoud, etc. Dus ja, afgelopen 20 jaar heeft Aderen toch wel een belangrijke bijdrage geleverd aan de instandhouding en de ontwikkeling van de agrarische sector, of laten we zeggen van de reissector. U mag weten dus dat wij van plan zijn om die zaadproductie, zaadvermeerdering, extra body te geven. We zijn bezig om een zaadunit op te richten. We zijn nu ook bezig op SML en de bedoeling is dus dat we ook straks op primairpolder bezig gaan zijn. We gaan ook drogers opzetten, et cetera. Maar de doelstelling van SNRI is ook om dus de boeren te voorzien van hoogwaardig kwaliteit saaizaad. En vandaar dus dat wij gaan proberen om dus daaraan ook invulling te geven. Wat voor toekomstmuziek zit er in Aderen? Nou, ik heb je dus net uitgelegd. Belangrijk is dus dat wij een saaizaad unit gaan opzetten. We gaan ook investeren in laboratorium, in apparatuur. En ook gaan we natuurlijk meer onderzoekers aantrekken.